organiseerde door de stichting Sabor en dan mijn naam is de man Theo Maus en Arne Landman. Daar wil ik graag eerst een applaus geven, want zij hebben het hele dag hebben dat je ervoor kunt zetten. En dat was van zijn slaggie. Ik heb al zo'n zicht van de oren, maar u geeft hem hiervoor, die weet ik poerbeest. Dat we goed het betieten beginnen, komt er voor hier omdat we toen net weer, maar ik omdat we een nieuw onderdeel hebben, de meesten ongeënde dit festijn, het vrachtwagen loopt. Je hebt hier een vrachtwagen van Scania Beers, jouw rusteen, die is sponsor van het onderdeel. En het ding weegt 12 ton. Dus je kan hem er aansteken in en om het dan nog extra zwier te maken is de afstand maar als 30 meter onder de dag. En favorieten op dit onderdeel, die zal je hem straks wel eens even nemen. De deelnemers, die we jong in de tenten al graag even naar Pato in voorstellen, maar die ik nou even heel snel even trot in, bij de volgende man. Simon Sikkers, Johannes de Wit, Gerlof Volgema, Versnits. Johannes de Wit komt van die Strechten, en Simon Sikkers, dat kennen we misschien, die komt van Meus. Gerrit Ratelier, die komt van de Lemmer. Bart Zielstra, de titelgever van Fons Geren. Jan Haarsma, die komt van, ik dacht Balk. Sleer. Oh. Ja, ik heb de naam, ik heb het nog even, maar hier, weet je. Jochem Sikkers komt van Bakhuizen, Lammert Zwart van Balk, Siem Smits van Balk en Dirk Wagenaar van Balk. Zat hier weer gewoon. Ian Vlees, nou net gek hoor, van het zien. De lading is al vast. Als eerste maaidirecte op dit onderdeel beginnen Simon Sikkers. En hij wordt volgen door Johannes de Wit. Tien, we hebben totaal geen indicatie van hoe lang ze erop doggen. Maar dat deze jongen absoluut Ian van de Grutte favorieten jongen is, dat de blinkende deurslag van voor hier. Toen weer het kwade, kwappens, jacht en Wout Zieltra. Dus nou een vast applaus voor Simon Sikkers. Het hij wordt het jongen van. De suppressie, met de saalzeven. Hij is het absoluut favoriet. En hij is dan de man die als eerste de team zet hem op. Kom maar! Leeg! Kom maar! Leeg! Kom maar! Het is een daar niks wat verrotten! Leeg! Leeg! Kom maar! Kom maar! Ja! Ben je niet van de kerk bij jou? Kom maar! Ik ben stil van hoor! Dit is hoor! Denk je dat? Hij loopt al 120 kilo, 124 kilo, dacht ik. Zo'n beetje in het touw. Dat betekent een heet druk rug aan zijn schuur. En shit, ik jou daar met de vrouw om die 10 jaar. Kom op, kijk! Kom op, kom op! Kom op! Gelop, kom op! Kom op! Je zult dat je met een hele linkse pas kunt nemen, maar je rug op de staart nemen, 30 zwitter is. Dan ben je te slapen. Kom op, kom op! Niet te staart gedaan, maar het moet zagen erin hier al. Kom op! Turf, en in de rug op staart nemen, die is net zelfs. Kom op! Grimborgers, Wout Zielstra en de naai Jan Haarsma. Wie heel goed werden wat deze is. Kom op! Wat is voor hem de prijs? Ja,
En men zei dat de top 3 van jong, men zei dat hè, ik ken al die vrouwen, dat hij uit de laatste 3 die ik nou oproep, dat hij de top 3 waarschijnlijk uit besteden zal. Dat zal de jongens weten die waarschijnlijk op het heeste plan mooi spelen. Ze moeten het wel weer mooi. Want hier zit er weer, en daar zit er weer, nou die ken ik nog heel lang. Maar tot deze 3, ik denk, als jong naar de voorselectie en naar de vorige jaar, dat deze 3, ja, het toch wel waarschijnlijk wel mooi is. En als eerste stel ik hem dan voor aan een jongen die 2e was in de voorselectie, alle heren er nog bij geweest is, dus dat treedt hier nog bezig. Uitbal, de roesweerstouwwerker, Lambert Zwart, 101 kilo, Jochen het Wijnderweer, daar komt hij. En die shot er heel goed uit. Daar stel ik nou de man aan voor, die, we van hem als grootste pad hopen dat hij het jongen wint. Of nee? Ja. Ja. En ja, zelfs de supportersclub heeft al t-shirts en alles. Nou, dat is prachtig, maar dat hebben we ook graag hier van hem. Maar die kennen wij samen krijgen natuurlijk. Nou, dat is met regel even, hè? Ja, dat heb ik geleerd. Zo kom ik op je spel. Maar het monster van mij stel ik gewoon voor. Nou ja, hij is bekend genoeg. Hij hoopt voor dieren eerste te worden. Hij wie voor wie het waren. Misschien lukt het dit hier. Hij heeft weer voor. Sideman. Simon Sikkers van Meus. Daar komt erop. Nou, ik kreeg hem straks als drobbel even nog wat commentaar. Maar ik moet nog iemand om je voorstellen, hij moet de titel verdedigen. Dus die had het druk, de zwiste druk op mijn schouders erin. Maar hij zei, ik ben er weer klaar voor je, want ik pak ze alle keer weg. Dat zei hij er gewoon. Vorig jaar, absoluut de eerste jaren, wapen, voorsprong, misschien dit jaar weer. Daar komt er Wout Zylstra van Volsgeerde, de titel verdedigen. Kom maar, een beetje applaus, maar wel een beetje. Ze ben gek of die wel? Nou, dat doen we wel. Dit is het CLD, jongens. Nou, hier groot applaus voor deze mensen. Zij moeten het doen dan en we hopen dat ze er een geweldige wedstrijd van uitzien. Ja, heel best. Dus je hebt het gestrekt, ze worden uit de lach nemen als dat hersen wat. Dus binnen de minuut ongeveer het volgende gewicht bij mij op, Jan. Gerne volken maakt geen problemen. Dit is wel een zielstuk titelverdediger. Hij trekt geen moeite om mij, Shudder. Krijgen we nou Jan Haarsma, Greet Horre, Lambert Zwart. Jochem Sikkers en Simon Smits. Je hebt gezegd dat het nog vrij snel natuurlijk in een soort opwarmbeurt, maar straks in de zwieren beurten, dan moet het natuurlijk gebeuren voor iedereen. Oh, ik wil je even nog stellen deze man, die nou in 1 uur is coach. Dit is Arend Kuiper, de sterkste man van Friesland. Jou heb ik wel een applaus. Hij moet het verdienen, wij weer match. Rob. Greet Horre Jochem Sikkers. Geen probleem, ik val aan het zwart. Hele goede stijl. Pats en systeem. Jochem Sikkers, Greet Horre Siem Smits. We zijn nu Jochem Sikkers, Greet Horre, Siem Smits, Dirk Wagenaar. Best genoeg. Best genoeg voor Dirk Wagenaar. Ik krijg nu Johannes de Wit, de man die dit onderdeel absoluut verdedigt, dat ik altijd heel sterk op dit onderdeel geweest is. Hij hoort met dit het dan. En hij is hier. Tje, het is één wat minder. Ja, zeker. Maar hij heeft een fantastische stijl en ik kom ik heel fier. Let maar op. Absoluut. Zie me Sikkers. Hij gaat voor de 350. Oh nee, 250. Daar komt Zie me Sikkers. Ik ben eens graag. Jim Sjurgert. Ik op dit onderdeel, dus die nemen nou zeker in 220. En Poerberg, of net. Best graag. Jan Haarsma is dit, hè? Greet Horre, Jochem Sikkers, Siem Smits, Dirk Wagenaar. Ja.
Best genoeg, u de lapwaai en zei jij dat. Nog geen probleem met de stijl, dat zal straks los worden naar mate. De oudere broer van Sassine. Zeer bekend pruttaalhoek is altijd geweest. Daar zullen ze net te vallen, ja, mijn handen zit ik alleen maar de tong omgeven, ja. Ik doe voor Erik mij. En daar in de pruttaalhoeken wie zei zeer gevreesd. Sjurre, dat ben je daar sterker. Je zag net volle trainen naar Sam. Dirk Wagenaar hebben we hier weer, de buschauffeur. Sjurre, hoppatee, ja zeker. Als die ze sterren beginnen, 230 kilo. In principe mag je op alle stijlen omheen brengen natuurlijk als ze maar uit de lak komen. Dat betekent dat ze de schouders uittrekken kennen en achter. Dan ben je te lak. En dat mag je op alle manieren. Behalve dan dat ze maar het gezicht naar de auto steen blijven moeten. Zie je niet zo weer. Fabian, kom op! Ze wordt alleen maar het gezicht. Helaas, helaas. Applaus voor Jan. Haarsma. Best genoeg, hij zullen ze. Hoppatee. Zij hebben het. Hij zal zijn special topbeurt zetten, denk ik. Maar het bloed, een hele goede prestatie van Sam, ligt de jongen van 83 kilo. Nee, hij houdt het op, hij denkt, ik wil hem steken, ik ben wies, genoeg. Ik ben hier voor de hand. Kijk, ik ga het raten niet. 270 kilo. Ja, best. Ja, perfect, ja. Hij shirt er al even en pats. In de lak en heel goed. 270 kilo. Gerne Valken, mijn elf. Gregor Lammert Zwart en Jochem Sikkers. Er ging mij al te hut, heb ik gehoord. Ik ben niet met mijn oren dingen te bemoeien. Lammert Zwart. Dan krijgen we Lammert Zwart op deze twaalfstand of gereed horen Jochem Sikkers. Ja. Ja, ik ben voerbeest, ja. Ligt hier het net meer, maar dat is het logisch met zo'n verschrikkelijke weg. Jochem Sikkers nou als leerst op het 270 kilo. Zeg ik Jochem Sikkers. Als jij wat heel qua zand. Ja, shut it. Best. Keurig, jong. Wat zei ik? Volle weer. De gieter. Van een toon. Vrije keer zijn eigenlijk een keer. Het maakt het niks uit hoe er naar boven is. Ja, pas, hij is door. En de eerste klap is vaak zijn daalder, Seidman. Arend Kuper houdt hem even een klap. En dan gaat het. Pats, geen moeite. Het gaat zeer van de wien op deze derde met 280. Laat het zwart krijgen nou. De reed houden Jochem Sikkers. Lammert Zwart, wat zou zijn wat hij doet met 280 kilo? Gezien zijn de motor een kan afvallen. Maar wanneer? Sjurres, vergeet het. Ja. Pa, dat is genaamd, ja. Keurig, goed dat ook.
Wat kun Jochem Sikkers al aan? Wat kan ik vragen even nou? Zurk. Ja, pas. En hier heeft het moeite met de lak te komen, maar dat deden we zijn zijn en dan doet het even. We zijn zo'n wat pitwit voor Johannes de Wit. Van John Bekielen, of van 30 kilo, wat kennen zo'n je zeggen? Pats, zorg, je moet te. Wat ook in? 10 zeggers, wat 80. Ik keur hoe dat is. En het boel bij me door. Valkema, Lammert Zwart en Jochem Sikkers. Jochem Sikkers komt pas ik in zijn laatste beurt. Het zal ook ongeveer het maximum zijn dat dingen vergeten, nee, maar ik vind het wel, je hebt 120 kilo. Het 80 kilo zijn. Wat applaus voor deze. Gregor Lammert Zwart komt in zijn vijfde beurt direct. En Jochem Sikkers komt in zijn zesde beurt. Gelle Valkema, je is keurig. Even een moeilijke jongens en dan verder keurig, ja. En hij bloedt volop in de streep. Lammert Zwart krijgen we nou, vijfde beurt, 220 kilo. Gereed horen, Jochem Sikkers. Sorry, Lammert. Dat is Lammert. Pas, ze hebben er. Ja, keurig. Eigenlijk. Dat is er. Maar ze worden steeds verder, ja, die kilo. Applaus, ik zeg erin. Hij doet het. Maar 300 kilo. 4 meesters in de street. We willen straks laten met zwart zijn laatste beurt krijgen. Denk ik die allemaal volgen, maar 300 kilo. Shutter, zal lukken. Het begin liep het even moeilijk, maar hij lukt het keurig nog. Applaus voor hem, jazeker. Hij is de eerste die de 300 kilo pakt. De trainer altijd maar elkaar. Pas, en dan zie je dat, ja, applaus, ja zeker. Ze bedoelen knap aan de man, ze weten dit binnen belangrijke kilo. Lammert Zwart, laatste beurt, 300 kilo. Gereed horen, Simon Sikkers, van zijn vierde beurt pas. Laatste beurt, zien wat er kan. Applaus voor Lammert Zwart, hij bleek op 240 kilo steen. Dit is een man die vecht het met 200 of 300 kilo. Ik krijg het rustig tegen.
En altijd de koorts achter de lijn van oogheden, dat er dan net helft, dan geven we dit en dan geven we dat en dan geven we dit. Maar zag je dat je dan met die meesten onder de koorts? Ja! Maar hij moet nog één keer bij Berry. Dan wordt het volle drijver, ja. Dat is de supportersclub, je moet je nou even willen letten. Nee, applaus voor de regime, zeker zijn broek. Stem op de kostenmechtpunt, maar dat bedoelt ook 280 kilo steen, hè, want hij had een paar jonten net pakt. Als het deze pakt, dan heeft hij in ieder geval een klare plak. Dat wint er, en dat zal er op houden gaan. Wat ze dan pakt hem al heel het jaar, jazeker. Die draait om te zien, die pakt hem. En hij heeft nog een beurt. Maar dan krijg je eerst Johannes de Wit. Die zit, de Johannes de Wit, die zit pas die vierde beurt. Dan krijg je 104 kilo voor Jeromeke van Isbrechten. En we zullen zien of hij de 310 kent. Ik weet het net. Nou, dus jij nou, Johannes dit kent. En dan zullen we wat Wouter dat vanzelf. Omdat Johannes zei, nou ik wil als eerste. Als je dit dan ging, dan draai je 30 of zo haalt, misschien wel. Vind ik het. Hij zal deze eerst pakken willen. Pats in de titel, applaus voor Johannes Wit. Ja, dat was steeds heel makkelijk. En we zullen even met de coaches. Oh, oh. Ik denk dat Wout Schild van Owen zou die mee wel tevreden, maar niet waar dat lijkt. Hij is onbetwist de koning op dit onderdeel, het Wieterbal. En dat ligt er hier nou aan in de Sjent. 340 kilo. Altijd het ken. Moet je altijd mijn oude actie. Niet? Oh, oh. Naar het onderdeel krijgen we het onderdeel Timberwalk. Het onderdeel Zuidzijn van Siemens Zekers. Waar? Wat moet nou maar blikken? Maar met Zuid dat het onderdeel van Siemens Zekers is. En dan heb jij een liedje 10 minuten tot een kwartier pauze en dan passen we voort erop met het tweede onderdeel, de Timberwalk. Maar we zullen zien wat Johannes de Wit op 340 kilo. Dit hebben we zinnen. 340 kilo, fantastisch! En dat is wat een al die hoeken om is. Dat zal nou ongeveer 18 hele meter hebben. Dat je er ook lange hein komt hier bij de pion in de 33 meter. 33 meter, daar zit er nou. De bocht om zo'n 30 meter en een volle ronde het de hand op. Giet er nou naar de 51 en een hele meter. De ridder. Hij gaat op de 54 heel, de ridder. Het lange uitrog is er zanter. Het lange uitrog zit er op zanter meter. Ik jij net meest, maar wacht je hem alweer op zien zeker. Zanter meter. De bocht om pjouwere zanter meter. En hij gaat op naar de 88 en heel. En voor hier ieder 98. Dus 88 heel, de volle ronde, omkomt de derde. Onderhoek op 22 heel, en Giedel ook nog 100 meter. Over dit lange lijn helft zit er op 100 meter, Maloos. 100 meter, is er nou eens over 100 meter, en Giedel ook nog 111 meter, 111. 124 meter, 111, en er is applaus voor Loosjes. De rond. Ik weet niet aan de lange lijn zit er op 14 meter, de volgende op 18 en de hele meter. Ik ben hier.
halve meter erin. Tot een meter erin. Sure, maybe only a few more.
Ik zou het wel doen, hoe het zie je veel, dat lijkt het. Voeten hem erbij heen brengen, want het zelf weet hem, hij moet hem tillen. Dat is een ding wat zeker is. En we zullen zien wat er dan. En misschien het eens gericht te krijgen, hoe het zie je veel valt, net maar. Net de vorige week, hij maakt net een rally. Hij moet hem tillen, ze moet hem eerst tillen. Stop, de suiker. Die trein van de spon gaat Jochem Sikkers. Jan naast me nou, shut er sterk en groot uit. Hij loopt al in met de moeder, maar ik weet dat hij sterk is. Absoluut. De gieter. Ik heb
Het deel van Sagan hier op, kleedzijde. Helemaal een moeilijk pakken. Fantastisch, dat alles van Kieperschmidt. Fantastisch. Ik weet niet of die kar is, dit is kracht, jongens. Zelfs. En al die leegte. Hopper, die hebben. Jazeker, we scoren binnen. Patser, leren. Wat zou je nou schatten? Ja, dat kind. Nou, nee. Zeg je het niet. Ik heb hem genomen, ja. Maar dit is voorlopig in de oorste. Oh. Maar hij lager dan 110 kilo, dat weet ik nou. Maar je moet hem wel in verf hebben. Geloof me wel. 88 kilo, denk je nou. En hij had even wat steun nodig. Zullen we het even kennen? Pat, de sluit je handen en een bloedel kwast in de teen. Dank je. Kost de jij op de hand. Ik denk dat ze kwam en dat is alles ja. Rustig zeer, wat gebeurt er? Oh. Ik was het even tegen, maar hij moet rustig bloeien. Jongens, keer om deze. En al die vrienden. En Hitler. En Hitler. Dat kan absoluut de wereld lachen. Christian Suizen door de scepter en de snelste die van dat daar. Je moet even kijken. Denk ieder. Gerne Rodinier, Johan ik heb wel wat. Dit is rond tot de hoogte in dit manje. Grumieter. Grumieter van Gerne. We zijn onder de dood. Hij doet het wel slim. Ja, zeker Hedden. En dan moet er één van die kerels, je moet even spelen. En wees zelf de lichte jongens, of is het een publiek favoriet misschien, die moet wel even wat aanmoediging hebben. Die vierde is die in die hertig, en dan heb je die shirt, shirt, dit mansje. Jongens, 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 ik heb een beetje schus. Applaus voor de mama. Oh. En dan leven we iedereen. Oh, speerwerpen, dat is een... Dat ding waar al 10 keer nodig kampioen van is. Speer en disken, dat zijn de favoriete dingen. Pat, denk je dat? Lucht was te wagen. En dit vind ik echt goed, ja. En al die 100 zien. Ja. Oh, dat is nog even kwijt. Jammer dit. Maar dat hier joch nog zien met. En dan moet er pakken. En dat steeds zwitter natuurlijk. Daar heb je hem, daar heb je hem. Nou, rena, rena, tik op de vingers. Oh. Kruis in de rol, en wat dan een keer. Wat is dit zo'n moeilijke manier om deze, want nou wordt het dubbel gespeeld.
Krijg ze er allemaal wel, ja. Sneu, sneu, sneu. En hij moet op heerte. Applaus, de hele dag. Applaus voor de hele dag. Jammer, jammer, wat jammer. Vier sterren in 4-5-43. Nou smieter hij geen punt op, maar oors maar oors zeggen. Dat is de team. En de vierde. Die kwade die lag. En die trainer, ik al. En nou die vierde. Die herder. En nou die vierde. En nou wie er nog. Wat had er nou met die vierde stien? Die herder. En herder, herder, herder. Oh, wat een pas. Alweer. Goeie jaar, alweer. Zuiter. Even naar de tien. Maal, ik hoor je toch zo'n 30 en de stelte tien van Oldfieldstra. Hoe is het? Nou, maar even jullie weer wat inspireren. Goedenavond, alles goed. Ik heb een duitalsje, even veel. Nou, dan moet je wel even de ziekje. Ik heb wel eens dat deze man met de korkenbal je kent. Als Segoweb. Nou, voor die herrie te zeven. Als het net slaagt, dan staat in de verkeering nu, maar dan zwang je erachter niet. Oh. Nee, doe maar. Nou, dat zat mijn eind dan. Het is maar 24 kilo, dus dat valt wel in de taak. Ik doe me dan al fout. Ja, zeker, dat doen ze dan al fout, dat zeggen we. Nou, probeer het dan maar een keer. Dus zei jij dat, Willem. Dat zat mijn eind dan. Ian, waar? Dat is allemaal even dirty, dus ik kan je een keer onder kan ik je rustig wel even de uitslagen van het vorige onderdeel. Net, wel losleden, hè? Wel losleden. Wel losleden, hè? Laat het zwaar trailplak de tussenstroom houden. Want jullie houden er niks om, hè? We moeten wel weer de stok bij hebben, want we hoeven het niet en dan moeten we bij de stok. Kun je nou zien, Smit, gereed worden misschien Sikkers? Ik ben blij met de motorhelling weekend net, maar de motorhelling wel. Je houdt er echt niks om, ze valt pas. Ze hoeft net te vangen, ja, maar dat is wel, je hoeft net te vangen. De motor soms wil erin bij zitten.
30 volken aan, nou, die zal je rekenen hoe die weten, explosieve kracht, toch het veerwerpen. Dus, geen probleem. Vind je wel op waar we ze dit Gerrit had in je kleine hoofd. Gregor Woutsilstra, Jan Haasma en Jochem Sikkers. De 1 al eerst onderdeel is dit. Ik weet niet. Maar dat doet in de voorhand niet. Ik word er eerst tegen mijn eigen gedaan. We hebben gedaan. Ik zie dat ik gewoon iets te maken heb. Dus Wout Zielstra moet ik in staat wijzen dan 4 meter te helling. Maar ja, je moet je draaien, hè? Hij heeft het blijkbaar, want hij zit er steeds goed bij. Jan Haasma en Jochem Sikkersma. De plank moet net tegen. Ja, dat vind ik netjes. Jan Haasma blijft nou en dan Jochem Sikkersma. Jochem Sikkers heeft het eerst hier mooi. Jan Haasma trouwens ik. En ze pakken steeds een punt op alle onderdelen. Akkerlandman was toch even bij de munten gekomen. Akkerlandman even in de munten. De munten ben ik. Wimhaven. Jochem Sikkers is de laatste in deze begin van het terrein meten. En binnen al jullie zitten van die commentaar, zegt er wel werkt, dan binnen bij die zitten, ik commentaar, je zand er wel werkt. En dan binnen bij die zitten, ik wil eerst vrij het land geven, maar dat is zeker niet. Pas, Jochem, totaal geen moeite. Misschien hebben we wel een beetje trainen, hè? Dan hebben we nou Jan Haasman. Jan Haasman die kwam tot treien zonder in de voorselectie. Dus je moet even vrij maken aan kennis onder zitten. Fabian! En inderdaad, geen problemen van Jan Haasman. We beginnen 3 meter 30. Gregor Jochem Sikkers. Gregor Ramier, voorselectie 43. Soms even aan het kennen, maar dat zie je van de krek op. Je moet je doorheen. Best genoeg. Jochem Sikkers schrijven nou op deze 3 meter 30. Hoppatee, mooi stagiair. Oh, geef de lager er nog op. Mooi, we beginnen 3 minuten 40. Maar de volgende kandidaten, Lambert Slaap, pik deze even, want je zit de beurt. Johannes de Wit, Gerle Volkema, Gerrit Rodinier. Die nemen de 43.
ziet er wel. Nou zo mooi. Lammert Zwart kwam in de voorselectie tot 93 maar als. Dus zo zit er vanaf. Dat is het, dat heeft mij niet verzekering. Om toch op een 4 miljoen. Want de volle buitenhoersman kan het ik opbrengen. Godzame. Ik weet niet, kan je niet in te komen. Krijgen we nou Johannes de Wit. Van dezezelfde terrein met de 40 gereed voor Gerald Valkema en Gerard Rodinier. Johannes de Wit die kwam tot 33 in de voorselectie. Dus het zoek nog verbetering van zijn voorselectie. Oudstand wijzen altijd dit pak. Wat dan? Gerne volgen mag krijgen nou. Vrije zondag in de voorselectie. Dus dan moet ik er geen probleem voor wijzen. Greet voor Gerne Trampenier. Hop, dat ik. Dan pak het perfecte boekje. Dat hier in de voorselectie en die zullen zitten, de bal dan geslagen worden. Nee, krijg net. Het scheelt het niet. Lange nog. Gebeurt wat Gerrit van der ook een applaus voor hem. En Johannes de Wit is de man die als eerste beginnen mag op deze 3,50 meter. Een verbetering van 20 centimeter dan maar los, pas in voorselectie. We hier de 33, dus Johannes de Wit mag als eerste nou de 53 bezieken. Zitten van, maar kennen.
Nou, ik wou wel dat de 20 centimeter boven zit, maar ik kreeg de balans. Maar hij heeft weer rond. Komt de sabeltje. Rond. Dus dan nog even een beetje op de hechten en is leren. Hij moet het verder naar voren steken, dan zou het misschien ook beter zijn. We maken hem wel tegen hem door die squam en dan gaat het volle bed.
In de voorselectie kwamen de richting draaien zondag, dus het zoet kennen. Mat kennen. Vinden ze iets hutter schreeuwen dan ik dan. Blazing in de lijn. En ook in de kracht wordt heel langzaam in de kracht druk. En dan heel langzaam rot je ten kwijt. Maar misschien nog één stopzijde. Tieton, hoor, tijd. De tieten door. Zien de zekers, vrije tachter. Mooi nog in doen, denk ik, stijden. Hoppakee, we hebben hem weer. Die stier. Ken de valken. Is het vrij afstandig, dus dit schoenbond is in maximum deze maand. Misschien heeft het goed de dag. Hij heeft er inderdaad pad zuiter en hij heeft een kleine 80 in ieder geval. En hij heeft er in je beurt. We beginnen 3 meter in Jonten, want die zijn daar in de familie. Denk je dat? Ah, fantastisch, en hoe? In ieder keer, pat gewoon. Kom maar ietsje trainen. Gaan we volgen. Gaan we volgen, dit is je laatste beurt. Ze zegt de laatste beurt. Dus, 93 kan zijn maximum worden. En het raken, trek maar de tijd. Gerald Valken bloed op 93 steen. Applaus voor hem, hij heeft zijn beurt nog bloed. En we beginnen 4 meter van 3 man. Strijd, Lammersraad, Team Zekers, Zielstra. Denk je dat? Ja, applaus voor de lange zwart. Hij is de eerste die de pjallen mee te pakken. Dit belooft wel. Zien we zeker dat je nog gereed worden. Wel tjoeven. Hij krijgt de bloed op 83 steen en dat kost een punt natuurlijk.
En hier de 313 en hij bedoelt de 83 steen. En dat kost het 4 punten. Maar dat is het beurtensysteem, je kakkers wat. En dan krijgen we dan Veldzielt. Dat pakt hele veel meter te gaan aan het zwart. Dit is sterker natuurlijk, hij heeft het Jules dat het kent. Hoppatee, Jules even. Oh, wat daar. Prachtig, we gaan naar je. Ik sling hier aan het veldbal. Als eerste Lammertzwart en daarna Waldzielstraat. Dat is goed, vragen van Lammertzwart is dat ik in het jouw zie en ik zal eerst de beurt pakken. Oh, hij ziet er rond botten. Wat in de krekken eerst. Rond de botten. Dus deze jongen sterker dan onderuit. Denk erover voorzichtig, want daarom is het. Applaus voor Lammertzwart, de eerste beurt, jouw medicier. Fantastisch. En in ieder geval een kleine plek. Walt Zielstra, ken hij hem hoor. Nee, je jou wat zien. Of heb je er maar de kracht te spieken? Hij lacht al even. Maar ik moet met hem aanvallen voor jou. Hij bent hetzelfde waar als mij. Dan weet je dat aanvallen. Hij springt er door. En daarna zal hij misschien nog heden geven zelf om de eerste prijs alleen op te pakken. Jou wat zien hier. Pas, Jules. Wat je er aan staan houden. Maar soms jij had er nog hier een pak of dat er zoiets nooit gedeeld eerst is mijn best. Maar denk het net. Zie je centimeter erbij, fjouwer pointer gieter. We hebben nog een paar beurten dus. Hij brengt de eerste van de fjouwer pointer op de zin van ik pak de eerste prijs. Op dit onderdeel. En Gieter, jouw middenvinder. En dat het helpt, dan krijg je natuurlijk een geweldig applaus van. Dat je elke winnaar te krijgen. Het is dat de namelijk de sterkste op dit onderdeel is. En dat er heeft in het klassement bloed. En Gieter. En hij roept geen medicament. En dan denk ik hem uit. Tegen mijn huis. Ja. Daardoor weet ik het al. Dit is een heel lang weer. En dit is een heel lang weer naast me. En al is wat, dan moet ik twee door diep voor voorkomen. Voorwerp. Gerrit wordt niet zo zijn net te maken van mij. Hij is pas tegelijk te werken. Je moet hem eerst wel oppakken. Dan naast van die hoog te voorkomen over. Hoppatee, die is weg. En ik heb het wat in de hand. Hij is er hard bij, hè? Zeker dat, zeker dat. Voor mij ga je af en dan lichter van een paar meter. Een auto lucht, op jouw weg. En die laatste, die is zacht verschrikkelijk te smeren. Dan haast met zijn motor als er al verder een voorzorg iets te breiden. Die op jouw plaatjes was in mijn vier. Ik heb het wat in de hand, dus die is snel. Die pakken nou hartstikke goed. Ja, zeker. Ik heb het ding weer wat in de hand. Ja, haast mij de moeder. Maar de rest is een oezes hier. Gerrit en alle nee, het is wel van mannen. Absoluut klasse natuurlijk. Maar de rest is het zachtgesteeltje. Je kent het bezig, we hebben drie doen. Het hier een onderdeel krijgen, zijn we al die zuurgebaren die wij nodig hebben. Zachtgesteeltje, die staan pitten helemaal. En je kent ook weer de juimen van Gerrit en alle nee, hoe u te leggen. Hij is die met je lijf te verder mogelijk. Maar Jan Haasman, de Jan Kippen. Applaus voor Gerrit Rottenier, hij brengt zijn laatste vet van de jongen en hij bouwt in het vier sterk vanaf aan. En zijn beste op Johan Tachter. En deze Johan Haasman, ik voor hem, voor de vrouw. Applaus voor Johan Haasman. De team van Gerrit Rottenier, hier is de jouw en de vliegster. En jouw haast maakt 1,44, 34.
hoe die vervolgingen binnen dat niet kunnen uitzetten. Invoers per maand. En de wisselaars. Volgende. Ik wil nog zeggen hier, dat is de volgende bal. Verklaard is echt een arm verzet. Ik zal het ook een beetje voorgekomen in Spanje, maar het is hier niet zo lang aan het zetten. Ik zal het even zien hoe zien ze het. Ik zeg ja, tegen de hoogte en ik ben ook weer op met z'n. Toen is het niet zo lang aan het zetten. Maar toen is het echt niet zo lang aan het zetten. En dat is het volgende. Voorzitter, weer op met z'n. Er is een volgende boer van de achter Johan Kennis. Maar ik zie dat die schip zeer aan de hoogte is. Ik denk hem, hij heeft zich heel praktisch in deze opbouw. Rustig ademen, rustig erin. En heel langzaam, helder en niet goed te achterkomen. Ik denk hem, het land is verdreven en verkeerd. Maar hoe? Hoppatee, je neemt de hart alle ballen naar het eind gezet. Ik denk hem, je ziet het schip naar de hoogte. Ik vind dat ze een pasje die in de kantine zit. Applaus voor hem. Dat is de eerste vet. Bravo. Bravo. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kamp. Fantastisch opbouw. Van haren.
De vierde Beers, de Scariaman uit Joure. Voor het derde fitnesscentrum Balk, Tjeerd Hengst, absoluut bedankt voor die sponsoring. Vier verder RSGV, het Zieltje bij Kruzen. En de Balstje en Dillenaar gesponsord door Makelaar Friesland. De retentie van de heer Ulrike Kremer. Nou, die ben heel belangrijk geweest, die mensen, maar dat was hier een keer net mogelijk geweest. Ik wil even eerst even een applaus voor een aantal mensen die het al gerealiseerd hebben. De Twins Club, oh jee, zo'n hartstikke vierde. Ik dacht, ik vierde vast wel, dat kijk altijd. De Twins Club, mooi. Ik wil graag even dat deze paar mensen even een extra applaus geven. Theo Moos en alle landen. Kom even iets naar voren, jongens. Ben je wel een bosje blond? Kom maar, dan gaan we even een bosje blond. We zullen even een bosje blond, ja, het verrijkt uit je. Ja, zo straks maar weer op. Nou, even een applaus voor deze paar mensen. Zij hebben net wel een compliment met hier. Oh. En dan hebben we ook Wilim Daller, assistent uit de Kooikamer. Tina Landman Volkena, daar is ze. Nou, ik zal er even vragen of ze een noffelijke oerke hand hebben. Tina, kom even naar voren. Ja, even een applaus met de masseuse. Kom even hier, kom even hier. Hoe moest dat je al? Nou, wie er een knap spul bij? Nou, weet je wie verder dingen? Nou, ja, we zitten wel wat naast heen. Of wie Dreefler, wie de Steve? Voel mooi. Laat die opbevallen. Oh, ik dacht dat het die vrouw wie is, maar dat is wel een broer van de vrouw, toch? Nou ja, die is nou wat knapper dan zijn ding. Ja, dat nou, applaus dan even voor Tine Land en Valken, want ze hebben het samen gekregen. Alle knopen met de spieren en hoppatee. Mooi. Nou, we hopen dat ik nog wat opsmieting heb. Je hebt me al even bedankt voor je mintree. Nou, dat weer zo'n beetje. Dat is er net niet. Mooi, we gaan naar de prijsuitreiking. En de man op het ziende plak, die blurtziende, hij is die in het begin net zo heen. En de blurtziende, maar dat is niks vervelender wanneer je uitvallen wordt met een blessure. Het kan gebeuren, het binnenatleten, een spierskroot of wat ik maar, het is samengeleerd. Een dubbel applaus van een man die geestelijk erin verwerken wil. Dirk Wagenaar van Bollek, jou hebben we een dubbel applaus van zijn ziende plak. Een man die zei van, nou, ik ben net tevreden en Orie wordt beter dan, ik ben nog maar jullie hier in training en ik nou weer niet train, dat is ongetwijfeld beter met mij. Toch een hele goede jongende plak van zijn eerste hier, Jan Harsma van Sleert. Bedankt, Jan. Op het achtste plak, een mandje, nou, ik zeg hem in de voorselectie, ik dacht, nou, ik weet het net, dat dit wat weer moet. Maar, hij wieker een meter en hij is natuurlijk nog heel sterk. 92 kilo ongeveer, als uit de kamp denk. Visfileerder uit Lemmer, nou, in de Lemmer ben je al eens een volle aaien, dat weet je maar wel. Dat maakt het niks uit. Dus een heel goed achtste plak van Gerrit Rodinier en hij gaat van harte lokwensken maar het achtste plak. Heb je hem op een foto? Ziet dat op, man? Ja? Wil je hem net? Ja, het is dat hij net is. Het is dat nog. Op z'n plak. Nou, ik vind dat hij... Ja, ik vreeg voor iedereen een dubbele applaus, maar deze man moet eigenlijk wel zo'n dubbele applaus hebben. Je bent 83 kilo licht. Nou, wij zijn al in elkaar al 10 bier vet op tellen, maar jongens, ik weet, hij kon er ook wel eens onder lezen blijven. Hij is echt heel sterk. Van je lichaamsgewicht al helemaal en een fantastisch zandenplak van Simon Smit. Ach, weet je, ja joh, zeg maar. Op zesde plak een man die gelijk eindigen met de man op vierde plak. Maar omdat de man op zesde plak net bij de bierverder is, maar die is het logisch dat er een zesde wordt in plaats van vierde. Daar snap je me misschien ook niks meer van. Hij stinkt naar de eerste paar onderdelen heel heet. Gedeeld eerste. Maar toen dacht ik van nou ja, ach, ik heb in onderdeel een Hansen, heb je zo'n en wat een show, hè, 340 kilo, je hebt je nas neer. Hij ging gaan strollen vlieren, kun je het nasje herwerden. Maar kreeg net door een vlier. En dan met mooi met Sjerker in jouw auto die je kijkt, ik stinkt.
Dek Hunter, Van Diesbrechten, Jeromeke, Johannes de Wit. En voorlopig gaat er een stage pakken lopen, het is op die tuin. Waarom in de graad? Ja, ben goed aan jongens. Hij moet altijd praten. Op het vierde plak een man die zei, het zijn misschien te krijgen. Ja, nou, zei je. Op het vierde plak een man die zei, van, oh, ben ik de vier waarin die te worden bij mij? Nou, en hier maakt ze gelijk, ik krijg vierde. Nou, dus hij zei, oh, die toch bij mij. En zei jij dat ik natuurlijk, maar hij had een hele goede trainingspartner in zijn broerke. Op het vierde plak, heel goed, Jochem Sikkersman, Bakhuizen. Gefeliciteerd Jochem. Applaus voor Jochem. Leuk. Ja, op vierde plak. Een man nou, die ben je verder eens over de players top. Ik denk van toch, ja, maar ja, oh. Hij zal het toch hebben, ik kom er toch niet meer om. Toch, ik een heel moeilijk leven in de baan, want de atletiek, kensier, speerwerpen, discus, hebben alles dat. Maar op het vierde plak, we zijn dit punt heel goed. Gerlof Hulkema van Stits. Vragen, hè? De top 3, we hebben hier een podium, maar ik moest eigenlijk nog even op podium hebben. Dat ben absoluut, zeg jong, de top 3. Absoluut. Op het trainerbal, ik weet net hoeveel de groeit dit hier. Voor die weer al heel erg, hè? Verrek niks. En we zeggen hem in de volle selectie en dan GWP en nou. We zijn de lange zwart ook erop. Hij kan misschien ook wel een voorselectie van de sterkste man Friesland, want hij jij er absoluut bij mijn samen opvang. Een heel goed en een heel warm applaus voor de man op het trainerplaat van Balk, Lambert Zwerg. En hij wil er in bij op podium direct. De man voor de muziek. Hallo, Becker. Ben je Becker jongens? Ben je klaar voor? Hoe laat wij morgen terug weten? Moeken zit hier ook met de kiezen, dus het is inpakken maar. Ah, vergeten. Oh, dat nog eens. Laat het maar even op podium jongen, jij is er even op podium, want ik wil even de top 3 op podium. En Lammert die kan ik dan extra pauze gebruiken, want hij is ik, de man, de ger, maar de man die direct komt, die al 3 jaar mooi doet. Hij hier in de finale zitten heeft en 3 jaar top presteert heeft. Op het tweede plak, en ik vind het super sneu van hem. Het eerste jaar hebben je wist de jam hier het waren. Toen hier is een jongen knist die ooit bij farm. Voor een lieken er rond te komen. Op een scale op leer, wat wet waren, hebben we toch wet waren. Het verschil is wat rommer. Hij zal er zelf wel tevreden mee zijn, maar ik denk dat het van gauw ging. Maar een heel monsterachtig applaus voor Simon Sikkers, het monster van ons. En dan weer verder met de eerste brief, wil Lies Scotanus even bij de bar komen. Lies Scotanus even bij de bar. Ik wil vaak over in de man op de eerste plek, maar ook even de man die jong al die verschrikkelijke dreven beslissingen nemen moest. En dat is een hoenebaan, want elke scheidsrechter heeft een hoenebaan als ze zeggen vrienden. Even een goed applaus voor de jong. Scheidsrechter. En het is voor hem een heel wat meest om dit allemaal te creëren. Op de eerste plek, ik ken wel janken zelfs. Want dat heb ik altijd, dat hij de eerste brief en ik jank er altijd, omdat het toevallig hetzelfde werk komt als mij. En ja, dat kan ik niet helpen, het is hier van de mooiste plakjes van hier. Je moet er altijd naar eens komen, we hebben geen café, dus wat dat een keer direct rond hier. Zakken zon bij wel emotional. Op het eerste plak, ik kan alleen maar zeggen, de flits van Volsgeren, het weddien van Zylstra van Volsgeren.
Voor de andere deelnemers ik even de bijsteen komen voor de foto even van de balster. Is het van de balster? Ja, van de balster. Hoe reed ik het van? Dat is van de balster. Wel gefeliciteerd, hè? Fantastisch. Jongens, dan hier een warme pauze. We hebben hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jochen Tsien. Met de sterkste man van de Sint-Wijstroep, Jochen Kunt, Jochen het 80. Even op het podium voor de foto. We krijgen dan een soortje muziek van, hoe heet je mee geweest? Wel de rijkleden, ik weet het, heel wat mijn kleefde meisje, dat weet ik, mijn kleefde zit of zo, ik weet het niet meer. Deze jongen moet op 12 uur de buurt wijzen, maar we hebben nog heel wat klappen straks even, maar nu is het misschien wat dat jou doen. Daar komt het op deel. Jongens, bedankt voor je moment als het niet, en on chance. En ik ook, jij ook niet, ik heb nog trouwens, van jij al even over, en een dame, een applaus voor Vogel en al die jongens. Maar van Nederland, hè? Oh, lekker.